Dit is de MVV Maastricht podcast. Met deze keer te gast, Twan Visser. Welkom bij een nieuwe aflevering van de MVV Maastricht podcast. Mijn naam is Jurgen Simon en vandaag naast ons in de studio hier zit Twan Visser. Ja, welkom Twan. Dankjewel. Ja, we doen altijd even een korte introductie van iedere gast die we hier hebben. Mm-hmm. Dus ook even met jou. Kijk even op een blaadje, je bent geboren in Maastricht. Ja, klopt. Ja. Nee, in Groningen. In Groningen? In Groningen, ja. Hoe komt het dan dat ik Maastricht overal zie staan? Omdat ik altijd in Maastricht heb gewoond. Ja. Maar ik ben wel in Groningen geboren. Oké, prima. Maar wel op 11 mei 2001. Ja, klopt. Nou ja, goed, dan klopt dat stukje wel in ieder geval. je bent begonnen met voetballen in Heugen, mm-hmm. bij RKHSV. Yes, klopt. En al op zeer jonge leeftijd ben je naar MVV gekomen. Ja, ja, ja. Ik heb tenminste wat foto's van je gezien toen je nog heel klein was. Hè? Je bent nu 1,86, 1,87, zoiets. Ja, klopt. Ja. 85, ja. Ja, toen was je een stuk kleiner. Welke leeftijd ben je naar MVV gekomen? Ik denk toen ik 9 of 10 was, zoiets. Mm-hmm. Was ik scout van MVV. Maar toen was het nog talentenplan. Ja. Dus toen voetbalde ik wel nog bij Heugen. Maar mochten we 1 keer in de week mochten we hier komen trainen bij MVV. En toen ik 12 was, volgens mij, of 13, toen was het echt de overstap naar MVV gewoon. Bij de D'tjes of wat? Volgens mij de E. Daar begon het. Oh, bij de E ben je toch al ingestroomd? Mm-hmm. Oké. Okay. Ja. Ja, en je hebt eigenlijk de hele jeugdopleiding doorlopen. Ja, ja, ook mm-hmm. Bij de jong MVV of de onder 18. En nu ben je doorgestroomd dit seizoen naar MVV 1. Mm-hmm. Is dat al een eerste bekroning van jarenlang hard werken? Ja, een bekroning kan je het noemen, ja. Ja. Maar ja, ik ben er eigenlijk nog lang niet. Dus ik zie het niet echt als een beloning. Maar ja, ik zie het wel als gewoon de eerste stap. Ja, want dit jaar heb je ook je debuut gemaakt. Mm-hmm. Meteen al in de eerste wedstrijd van het seizoen. Ja, klopt. Bij Jong Utrecht mm-hmm. ben je ingevallen. Hè? Ja. Laatste half uur zo ongeveer. Ja, hè? Ja, ja. En ja, die wedstrijd werd gewonnen. Ja, gelukkig wel. Het was een mooi debuut. Hè? Ja. En we stellen het ook vaker hier. MVV bouwt aan een toekomst. Hè? Met vooral de jeugdige spelers. Mm-hmm. Spelers uit de buurt. Mm-hmm. Ja, dan ben jij wel een iemand die precies in dat plaatje past. Hè? Ja, zeker weten. Ja. Ik woon in Maastricht. 10 minuten fietsen. Ja. Woon je nog in Heugen? Ja. Nog in Heugen. Mijn vader wel. Mijn vader woont in Heugen. Mijn ouders zijn gescheiden. Mijn moeder woont in Laanaken. Ja. Dat is ook vlak over de grens, ja. Dat is ook maar 10 minuten rijden. Ja. Dus, zo ben je natuurlijk ook hier terechtgekomen via je vader, denk ik, of niet? Nee, eigenlijk niet. Nee. Nee, want voor de mensen die het niet weten, jouw vader heeft ook jarenlang hier gevoetbald. Ja. Hans Visser. Mm-hmm. Maar dat was nog voordat jij geboren was, denk ik, hè? Ja. Daarom, hij was toen voetballer bij Groningen. Vandaar dat ik in Groningen geboren ben. Ah, oké. En daarvoor had hij bij MVV gevoetbald inderdaad. Ja. Want hij was hier, meen ik, 4 seizoenen lang heeft hij gespeeld. Ja, zou kunnen. 1 seizoen is hij nog eens assistenttrainer geweest. Ja, klopt. Mm-hmm. Dus ik kan me indenken dat als je bij je vader bent, dat het altijd over voetballen gaat. Ja, veel wel, ja. Ik denk 60-70% over voetbal. Ja, geeft hij dan tips of zegt hij van, Twan, dat zou ik zo doen? Mm. Of zegt hij, in mijn tijd deden we dat zo? Ja, het gaat over alles of eigenlijk. Alles. Gewoon hoe ik het ervaar. En dan vraag ik hem bijvoorbeeld voor tips of advies. En dan, geeft hij me altijd weer positieve raad, zal ik maar zeggen. Ja, want hij was middenvelder, geloof ik, hè? Ja, nummer 10, aanvallend middenvelder. Aanvallend middenvelder, ja. Ja, ben jij ook, hè? Ja, eigenlijk wel, ja. Mm-hmm. Ja, dat is ook een beetje jouw positie, een beetje tussen de aan. Ik speel eigenlijk ook gewoon aan de buitenkant, links, rechts, voor. Ja. Maar het beste voel ik me toch op de nummer 10, ja, aanvallend middenvelder. Ja, zo'n vader, zo'n zoon, hè? Ja. Heb je wel eens beelden gezien van je vader? Ja, zeker. Ja. Mm-hmm. En? Hij had een hele goede vrije trap. Ja. Ook een hele goede techniek. Mm-hmm.
Dus ja, daar kan ik nog veel van leren. Ja. Ben je rechtsbenig of linksbenig? Linksbenig, hij was rechtsbenig. Hij was rechtsbenig, ja. Ja. Kun jij ook iets met rechts? Of? Jawel. Jawel. ik ben natuurlijk wel beter met links, maar rechts is ook niet verkeerd bij mij of zo. Ja. Ik heb wel lang voor moeten oefenen, dat wel. Ja. Vroeger was rechts echt mijn chocoladebeen. Maar, ja, om niet op te vallen. Ja, ja, ja. Ja, ik heb het hier ook al eens vaker gevraagd. Klaas Wels, is toch een andere soort trainer dan je in het verleden gewend bent. Maar zijn trainingen, je bent nu toch al een half jaar met hem aan het werk. Hoe zie jij dat? Is dat speciaal? Of zeg je van nou, ik kan er goed mee uit de voeten? Of het wijkt niet zoveel af? Ja, dat is wel anders dan dat ik gewend was. Mm-hmm. Met name omdat, omdat hij gewoon echt overal heel scherp erop zit. En hij wil alle spelers elk moment gemotiveerd houden. Er zit echt gewoon heel weinig momenten in de training dat je even rustig aan kan doen. Dat is altijd super hard werken. Dus ik denk dat het heel goed voor mij is. Want ik was eerst een beetje laconiek in dat opzicht. Lui? Ja, ja, niet echt lui, maar niet dat ik heel veel liep of zo tijdens een training of een wedstrijd. En in dat opzicht ben ik wel zeker beter geworden dit seizoen. Ja, want hij zegt sterker ook, hij zegt ook altijd, de laatste 10 minuten van een wedstrijd, mm-hmm. Daar kun je het meeste tegengoals krijgen. Maar je kunt ook, als je conditie goed is, kun je de tegenstander nog over de knie leggen. Ja, dat klopt ook. Mm-hmm. Ja. Ja. Dus je conditie is wel goed. Mijn wedstrijdritme is natuurlijk op dit moment wat minder. Ja, want je hebt een stuk of 7-8 wedstrijden niet meer gespeeld, ja, klopt. Ja. En ook omdat de competitie bij Jong natuurlijk stil ligt, kan ik daar ook minuten niet meer maken. Nee. Dus dat is wat minder. Maar, ja, ja, sinds kort traint de MVV heel geregeld 2 keer per dag. Merk je dat ook aan jezelf? Dat je vooruit gaat? Of zie je dat als belastend extra? Dat is natuurlijk wel pittiger. Je bent 9 uur hier en dan ben je rond 4 uur weer thuis. Maar we doen meestal, de eerste training is op veld, is wel zwaar. Mm. En dan tweede training, na 2 uur pauze of zo en eten, doen we nog wat kracht. Dus het is alleen maar goed. Je wordt er sterker van. En ik denk wel dat je al vooruitgang ziet. Ja. Ja, ondanks dat je in Groningen geboren bent, ben je toch een jongen van Maastricht, hè? Mm-hmm. Waar kunnen we jou vinden als je de stad ingaat? Op het Vrijthof. Op het als Vrijthof. De terrassen open zijn natuurlijk. Dat is nog altijd de vraag, hè? Ja, ja, of gewoon in de binnenstad, gewoon als ik ga shoppen of zo. Ja. Maar ik ben de laatste tijd nauwelijks in de stad, eigenlijk. Ja, dat is ook weinig te beleven. Ja, daarom. Veel dicht geweest. Mm-hmm. Ja, normaal als alles open is, dan ga ik wel regelmatig. Mm-hmm. Heb je een relatie? Ja. Ja? Mm-hmm. Maar je woont nog thuis? Ja, klopt. Ja. Mm. Yes. Oké. Dus je hoeft ook niet zelf te koken, hè? Want dat is ook een vraag die we eigenlijk altijd stellen. Kook je zelf al eens? Eigenlijk, eerst deed ik dat nooit. Ja? Maar sinds dat ik een relatie heb, wil zij mij dat wel nog eens leren, zeg ja, maar. Ja, eigen dus, plan. ja, misschien wel. Ja. Maar ook gewoon af en toe voor mijn ouders kook ik wel eens. Ja, en wat kook je dan? Lasagne. Oh, dat is moeilijk. Maar als je een kookvoorschrift hebt, dan valt het wel mee. Ja. Die zegt toch alles voor. Maar ik vind het op zich wel leuk om te doen. Uh-huh. Dus lasagne of wat maak ik nog meer? Ja, ovenschotels, met pasta of rijst, dat soort dingen. Meer van het Italiaanse eten hoor ik. Ja, wel. Dat is wel lekker. Je bent bij MVV nog als amateur, hè? Mm-hmm. Amateurcontract. Maar ik neem aan dat je stappen wilt maken. Ja, zeker. Ja. Tuurlijk. En dat begint natuurlijk niet alleen met voetballen op het veld. Maar ik heb ook begrepen, je gaat ook stage lopen bij MVV zelf. Ja, ja. Ja, ik naast voetballen studeer ik nog. Ja. Ik HBO. Doe ik sportmarketing. Mm-hmm. Maar dan op de Johan Cruijff Academie in Tilburg.
Dat is zeg maar dat ik mijn studie goed kan combineren met voetbal. Mm-hmm. Vanuit die opleiding ga ik eigenlijk hier stage lopen. Ja, hoe lang kom je bij MVV stage lopen? Een halfjaartje. Een half jaar? Of ja, 4-5 maanden. 4-5 maanden. Ja. Oh, oké, dan gaan we hier nog... gaan we hier helemaal de hele dag zien. Niet alleen op het veld, maar ook op kantoor, hè? Yes, klopt. Ja. Dan kun je je bed bijna hier komen neerzetten. Ja, eigenlijk wel. Ja. Misschien moet ik dat maar doen, ja. Ja. Heb je ook nog specifieke hobby's? Je hebt een drukke dag, hè? Trainen, stage, school, opleiding, vriendin die je koken leert. Nee, hobby's. Ja, niet echt of zo. Gamen? Maar gamen doe ik ook bijna niet. Netflix? Af en toe. Af en toe. Serie? Of niet? Of filmpje? Allebei. Ja. Af Vooral en toe denk een serie. Ik als je... Maar ik vind dan serie dat ja... Als er iemand aan begint, dan blijf je daar aan kijken. Maar als je dan een uitwedstrijd gaat, wat doe je in de bus? Je gaat naar Emmen. Dan doe ik eigenlijk, probeer ik gewoon iets voor school te doen. Of gewoon met ploeggenoten wat praten. Ja, maar dat is 4 uur heen, wat 4 uur ouderen. Terug, hè? Wat zei je? Het is 4 uur heen, of 4 uur muziek terug, luisteren. Ja. Maar ja, ook af en toe gewoon een film kijken of serie. Ja. Van kun je alles, al een hele serie kijken. Of kaarten, hè? Pesten, spelletjes doen. Dat is ook wel leuk. Ja. Ja. Oké. Okay. Even kijken. Het voetballen, dat is voor jou natuurlijk op nummer 1. Je bent met je opleiding bezig. Zie jij daar ook nog een toekomst na het voetballen in jouw opleiding? Wat wil je specifiek met die opleiding? Met die opleiding kan je eigenlijk heel veel kanten uit. Je kan... Ja, het is gewoon marketing... eigenlijk van alles. Maar ik weet niet echt zeker of ik na die opleiding, als ik klaar ben, iets daarmee wil gaan doen. Ja. Dat is een plan B wat je hebt, zeg maar. Ja, het is natuurlijk gewoon met die opleiding ga je in een bedrijf werken. Voor een baas waarschijnlijk, of gewoon bij een voetbalclub. Ja. En natuurlijk wel leuk, maar ik zie me niet voor de rest van mijn leven of zo dat doen. Ja. Dus ja, ik denk dat ik uiteindelijk gewoon iets voor mezelf begin. Waarschijnlijk. Ja. Eigen bedrijfje of zo lijkt me wel leuk. Ja. Maar eerst natuurlijk wat ervaring opdoen bij een bedrijf. Ja. Of bij een voetbalclub. Ja. Maar voorop staat zijn. Denk ik dat jouw droom is... Of voetballen, ja. Of zeker, voetballen. Zeker weten, ja. Ja. Mm-hmm. Nou ja, goed. Wat dat betreft gaan we je in de gaten houden. En wensen we je ook heel veel succes met je carrière. We gaan ongetwijfeld nog een keer spreken. Het zij voor de microfoon, het zij voor de camera. Mm-hmm. Dus alle succes. Heel erg bedankt. Ja. Nou ja, goed, voor de luisteraars zeggen we weer. Dit was de laatste vraag die we hadden aan Twan. En dank ook dat je hier geweest bent, Twan. En tegen jullie luisteraars zeggen we dank voor luisteren. En blijf gezond. En tot in de geuzel.